Dit is het nieuws uit Enschede van donderdag 18 januari. Dodelijk slachtoffer door omgewaaide boom. En ook zorgt de storm voor veel vernielingen en overlast. Goedenavond. De zware storm heeft in Enschede voor een dodelijk slachtoffer gezorgd. De 62-jarige man reed op de Golkatenweg toen er een boom op zijn auto viel. En ook zorgde de storm ervoor dat treinen en bussen niet reden. Een deel van de N18 werd ook afgesloten nadat er bomen waren omgewaaid. Daarnaast veel afgewaaide dakpannen en daken. Wat voor meldingen zijn er vandaag zoal binnengekomen? Vooral alles wat om is gewaaid of los is gewaaid. En dan hebben we het over dakbedekking, bomen, al dat soort zaken, gebouwen. Merkt u nou dat het vandaag extra druk is? Nou, als ik zeg dat we gemiddeld door het jaar op één dag ongeveer 15 meldingen te verwerken krijgen. En we hebben er nu 2:30 ruim 500 gehad. Dan kunt u die vraag zelf beantwoorden. Wat vindt u van het weer vandaag? Ik vind het wel leuk, maar het is wel wat gevaarlijk. Dus je moet even opletten dat je niet te veel onder grote bomen doorfietst. Maar ik had net contact met mijn kinderen, die wonen in het westen en daar is het echt heel erg. Dus volgens mij valt het hier nog wel mee. Nou, winderig hè? Het waait behoorlijk en je moet echt met alles oppassen. Net was ik bij een winkel, kwam alles aan de buiten gestormd en viel alles om. Dat geeft al een nagevoel eerlijk gezegd. Een beetje een onrustig gevoel in mezelf, ja. Hartstikke goed. Nee, natuurlijk, dat is niet lekker. Maar wat moet je eraan doen? Niets. We passen ons gewoon aan, dus dat gaan we doen. Maar het is niet fijn. We hebben ruim ingezet. Gisteren al begonnen met de voorbereiding, omdat de weersvoorspelling natuurlijk erna was. We hebben aan deze kant, in ieder geval qua coördinatie, ruim ingezet met extra mensen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een groot beroep gedaan op de volledige brandweerorganisatie. En tot hoe lang denkt u dat de drukte nog aanhoudt? Nou, qua weer zijn we over de piek heen qua meldingen en ook qua storm. Maar de afwerking, we hebben nog heel veel meldingen openstaan. Dus er zal de eerste uren in ieder geval nog gereden worden langs de verschillende meldingen. Het laatste nieuws over de storm kunt u vinden op onze website. Ander nieuws dan. Hogeschool Saxion hoopt na de zomervakantie het gebouwdeel Hofstede Krul weer in gebruik te nemen. Door de vragen over de stevigheid van de vloeren werd het gebouw tijdelijk niet gebruikt. Saxion is in gesprek met een aannemer om de vloeren te verstevigen. Niet alleen de kosten, maar ook het comfort speelt daarbij een belangrijke rol. Aldus de directeur van het bureau vastgoed van Saxion. Premier Mark Rutte bezocht gisteren ook nog even de newsroom in Enschede. Rutte deed gisteren een kleine tour door Twente. En aan het begin van de middag kwam Rutte aan bij het wijkcentrum het Nije Tjerphoes, waarmee hij zijn rondje door Enschede officieel aftrapte. Daarna reisde Rutte langs verschillende succesvolle initiatieven, waarbij wijkteams, zorgaanbieders, inwoners en de gemeente samenwerken aan hulp en zorg voor de meest kwetsbare inwoners. Kardinaal Wim Eijk bezocht gistermiddag op de dag van het Jodendom de synagoge van Enschede. Samen met opperrabijn Benjamin Jacobs benadrukte hij de verbondenheid tussen de twee religies. Waarom bent u hier vandaag? Nou, elk jaar hebben we de dag van het Jodendom, dat is ingesteld in Rome, al eerder. En wij hebben dat overgenomen, dat initiatief van de paus, op 17 januari 2008 voor het eerst in de twee synagoges, in twee of zelfs drie synagoges in Amsterdam. En elke twee jaar dan bezoek ik ook een synagoge. En in de jaren ertussen hebben we dan een kleinere activiteit. En waarom is het belangrijk om het Jodendom en de katholieke kerk met elkaar te verbinden? Het Jodendom is de wortel van onze christelijke identiteit. Een groot deel van de Heilige Schrift hebben we gemeenschappelijk. We geloven dezelfde God. We delen voor een groot deel ons geestelijk erfgoed. Dat willen we uitdragen. En we kunnen ons elkaar daar ook in versterken. En Joden kunnen ons helpen om het inzicht in het Hebreeuwse gedeelte van de Bijbel te verdiepen. En daarom hebben we ook graag deze contacten. Daarin kunnen we elkaar ook versterken. En waarom wilde u hier specifiek vandaag aanwezig zijn? Niet alleen de dag van het Jodendom, maar waarom ook hier in Enschede? Nou, wij circuleren. En ik ben bijvoorbeeld in de synagoge geweest in Amersfoort, in Dieren.
En nu wilden we dan een keer in Enschede op bezoek gaan. Dus wij bezoeken steeds andere synagoges om met andere Joodse gemeenschappen heel concreet weer kennis te kunnen maken. En sportnieuws dan. Mounir El Hamdoui speelt de rest van dit seizoen bij FC Twente. De 33-jarige spits heeft met de club overeenstemming bereikt over een contract voor een half jaar. De voormalige spits van onder andere AZ en Ajax trainde al sinds het begin van dit jaar mee en speelde 2 oefenduels mee met jong FC Twente. De aanvaller is nog niet speelgerechtigd en is daarvoor onder meer afhankelijk van de vrijgave door de Saoedi-Arabische Voetbalbond. En dan nog het weer. Het blijft de komende uren nog hard waaien en ook is er kans op regen. Vannacht wordt het een graad of 1 boven 0. Morgen geen storm meer, maar het waait nog wel aardig en is wel kans op een beetje zon. Tot zover het nieuws van donderdag 18 januari. Na de reclame ons wijkprogramma Jij in de Wijk. Ik wens u nog een hele fijne avond verder.